Met 30 vertalingen is Kaas van Willem Elschot, een roman uit 1933, de meest vertaalde roman van een Vlaamse auteur. En dat lijkt mij volledig terecht. Ik hou van Elschots werk en van Kaas in het bijzonder. In Kaas, net als in veel van zijn andere romans, is Frans Laarmans, zijn alter ego, het hoofdpersonage. Frans Laarmans die wil al heel lang heel graag een succesvol zakenman zijn. Op een gegeven moment krijgt hij daar de kans toe en hij grijpt die met beide handen. Hij zal handelaar in kaas worden. Elschot is bijzonder goed in het beschrijven van menselijke hybris en het ten val komen daarvan. En dat is niet anders in Kaas. Die Frans Laarmans, we zien het eigenlijk al van ver komen, eindigt tussen de onverkochte bolle kaas. Aan de thuisreis scheen geen eind te komen. Onder mijn medereizigers waren blijkbaar ook een paar mensen van zaken, want twee van hen zaten verdiept in dossiers. Eén maakte zelfs aantekeningen in de marge met een gouden vulpen. Zo'n vulpen moest ik nu ook hebben, want telkens bij je klanten pen en inkt vragen om hun bestellingen te noteren, dat gaat niet. Het was niet uitgesloten dat die man ook in kaas deed. Ik wierp een blik op zijn handkoffers boven in het net, maar dat hielp niet. Het was een fijn geklede heer, verzorgd van linnen met zijden kousen en een gouden lorgnet. Kaas of geen kaas? Tot in Antwerpen zwijgen, dat was mij onmogelijk. Ik zou gebarsten zijn, spreken moest ik, of zingen. En daar zingen in de trein niet ging, maakte ik gebruik van het stoppen in Rotterdam om te zeggen dat de economische toestand in België wel iets beter scheen te worden. Hij keek me strak aan, als profiteerde hij van mijn gezicht om er iets op te vermenigvuldigen en stiet een korte klank uit in een onbekende taal, die mensen van zaken toch. Als ik zoiets lees, dan voel ik mij een geënterteind kindje in de eerste plaats. Zo verrassend en fris. Willem Elschot is heel goed in de mengeling van meedogenloosheid en mededogen. En dat is misschien waarom ik hem in de eerste plaats zo apprecieer.